De compagnon is een nagel aan de doodkist, want die schlemiel doet alles helemaal verkeerd. Als u me vraagt waarom we toch niet uit elkaar gaan, we zijn toch samen financieel geïnteresseerd. Ik zou je anders best als kiespijn kunnen missen. Wat mij betreft kan u de hele dag gaan wissen. Ben ik niet in de zaak de allergrootste kracht? Ja, dat had u gedacht. Dat had u gedacht. Ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta. Sa, sa. Als het dan sa-sa is, zingen we dan een beetje de andere kant uit. Mijn compagnon is een nagel aan mijn doodkist. Als ik niet bij hem was, dan werd hij steeds geflesd. En als ik 's morgens in de vroegte zit te sappelen, dan legt meneer nog breed uit in zijn nest. Je kan je beter met je eigen sop bemoeien, want in mijn bed leg ik ideeën uit te broeien. Daardoor heb ik de zaak steeds hoger opgebracht. Ja, dat had u gedacht. Dat had u gedacht. Sa, 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 sa. Nee, zing nou maar gerust, sa, sa. Ik heb nou toch mijn paraplu. Mijn compagnon is een nagel aan mijn doodkist. Mijn hele leven zit ik met hem in mijn maag. Ik had zo waar ik leef al binnen kunnen wezen. Maar of het nou zo ver komt is nog maar de vraag. Wat zeg u? Hoe kunnen die twee nog langer samen blijven? Met al die bonje kan geen mens nog zaken drijven. Maar uit elkaar gaan? Als u daar misschien nog wacht? Ja, dat had u gedacht. Ja, dat had u gedacht.